Voor de Haarlemse zanger Leslie Rosbach kon het jaar niet beter beginnen. Zijn single Kijkend in je ogen is, compleet onverwachts, een grote hit geworden binnen de Aziatische line dance wereld. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Dat is echt, had ik nooit verwacht. Nee, wat voor gekke filmpjes heb je allemaal al gezien? Nou, ik heb hele groepen zien dansen, mensen die in een eek zaten dansen. Het gaat helemaal los? Het gaat helemaal los. Het is wel echt heel gek om te zien. Dat Kijkend in je ogen nu zo'n succes is in Azië, heeft Leslie allemaal te danken aan Raymond Sarlemijn. De in Noorwegen wonende veelvoudig wereldkampioen line dance hoorde het liedje op Facebook. Toen dacht ik, dat is interessant. En toen was ik eigenlijk zo helemaal, ik dacht van man, oh man, daar kun je echt lekker op dansen. 1, 2, 3 en 4. Raymond, die beroemd is binnen de Aziatische dance scene, bedacht er danspasjes bij, nam die op video en plaatste het instructiefilmpje online. En nu dansen Chinezen, Koreanen, Indonesiërs allemaal op de beats van Leslie. Ja, ik vind het gek, weet je. Ze verstaan er natuurlijk eigenlijk helemaal niks van wat er eigenlijk gezongen wordt in het nummer. Ja, puur door de aparte tonen, een beetje dat Oosterse sfeer erin, kunnen ze het lekker op dansen. Hoe vind je dat je zoon nu daar een soort van doorbreekt? Ja, top. Top. Ja, weet je, als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. En als het via China moet, dan via China. Ja, toch? Super gaaf. En vooral in de coronatijd, weet je wel. Dat er toch nog dingen opbloeien in het buitenland met je singles. Ja, daar ben ik toch wel dankbaar voor, weet je wel. Ik ben trots dat een Nederlands nummertje het zou kunnen scoren. Vind ik gewoon geweldig. Ik heb hem al gezegd, je moet ook Engels gaan zingen. Want die beats en de nummers die hij maakt, is gewoon echt fantastisch. Leslie, naar Azië straks. Leslie breekt uit naar het buitenland. Ja, zo hartstikke mooi zijn natuurlijk.